rij je geen shirt tegen de grond. Zo. Komt er nog wat van? Ja, joh. Ja, zeg. Ga anders maar in de kantine koffie drinken. Joh. Leuk. We gaan een stukje kant kopen. Oh, wat is dit leuk. Hey. Dit is speciaal voor de documentaire. Oh, wat is dit leuk. Leuk. Hop, je krijgt werkelijk zo'n op van die dingen. Kom erop met die dingen. Oh, help. Maar het is ook alleen al die takkenherrie van dat ding, hè? Sorry, nu even niet. Daar. Rij die klerenlijer met dat fietsje. Flikker op, zak. Wel dan ver. Kijk, het is hem. Ze hebben rood. Stomme eikels. Juist in Dresden is dat gevoel van... Jongens, sorry. Dat ik het stomme ding nou weer niet uit heb gezet. Oh, ik bel zo terug. Ik ben nog even in de opname. Oh, ik moet nu al even dat ding doen. Sorry, ik ben in de opname. Ik bel zo even terug. Kijk nou wat een ongelooflijk prutswerk dit is. Ik zal niet zeggen dat ik het beter kan, maar dit is echt helemaal niks. Ik ben nog verbaasd dat hij er een gevorkte baard op gekregen heeft. Gaan we rechts naar rechts. Naar rechts? Langs de parkeerautomaat. Nee, op de stoep blijven, Maarten. Het is toch net alsof je met een kleutergroepje loopt. Ja, nu weet je ook waar het Zuidoost is. Ja. Nee, Westen, pardon. Ik wou net zeggen, hallo. Hebben we Westen. Onze pad vinden. Ja, onze pad vinden. Hij zou niet ver komen. Hij zou in het Wilhelminapark nog verdwalen. Eigenlijk staan we hier in het midden, volgens mij. Oh, ja, in het midden. Kijk maar. Dat is niet waar, Maarten. We staan niet in het midden. Nou, nee, ben ik wel met je. Is meer dan voor ons. Hou je bek dicht. Oh. Met de kokos ook. Ze hebben ook al. Je kunt hier zo... Deze aflevering noemen we de kokosnotensuite. Dus dat kan bijvoorbeeld een stuk rib zijn. De splinter van het kruis. Hou nou even je mond dicht, alstublieft. Het kan dus van alles en nog wat zijn. Ik ben geen bal in dat stadje geïnteresseerd. Nou, dat vind ik toch wel zo negatief, zeg. Schandelijk. Je bent toch een negatief type. Ja, ik moet je zeggen dat ik heb nu zo lang naar boven staan kijken... dat mijn hele lichaam ontzet is. Ja, en dat ik waarschijnlijk thuis ook zo thuis kom. Dat kan niet. Dat Winnie zegt van, wat doe je raar nou? Ja, ik kijk naar boven. Oeh. Ja, dat is al. Jongens. Zie je nou wel? Nou. Dit wordt de belangrijkste scène van deze documentaire. Ja, die moeten we ook hebben. Nou gaan we dus. Jongens. Zie je nou wel? Maken met de ontwikkeling van de Duitse staalindustrie. Het is vrij lollig overigens. Nou, ik ben bang. Ja, ik denk dat de kijkers het niet helemaal begrijpen. Nee? Maar laat ik dan even uitleggen dat Sissen een ronduit heroïsche prestatie levert door hier te staan. Ja. Zij bevindt zich feitelijk in een toestand die het meest doet denken aan sterven. Ja. Die is niet gedroogd. Die zwerstekloof. Oh, maar nou zie ik hoe groot ze zijn, jongens. Jezus, die bril van jou, dat bril. Dat is ook een bril. Ja. Het lijken wel kolen. Vincent, je moet echt naar een opticien. Feitelijk ben ik met twee invaliden op stap. Ja, de een is blind. De een kan niks zien. En de ander is gebrekkig. De ander kan niet meer lopen. Mag ik al iets zeggen of niet? Nee. Jij moet je mond houden. Ze hebben hele grote huizen. Dat zou zo'n schilderij gekost hebben. Dat doet er nou niet toe. We hebben het niet over geld. We hebben het over de situatie in de 17e eeuw. Nee, het gaat om of ze het betalen konden. Ja, tuurlijk konden ze het betalen, want dit was natuurlijk een opdracht. De schilders in de 17e eeuw schilderden nooit zomaar. Want er waren geen subsidies. Ze moesten gewoon geld verdienen. Dus er verdienen. Man, kwam een meneer en die zei, ik wil graag een bellenblazende jongen. Ik wil graag dit. Maar op zich is het toch wel... Ja, het is natuurlijk ook Haags. Het was commerciële woningbouw. Wat is nou zo wonderbaarlijk hieraan dat... Berlage is geboren in 1856. Echt door en door een 19e eeuw. Namelijk de horizontale lijn en de verticale lijn. Jezus. Ja, ik weet dat jij het niet zo leuk vindt. Dit is lulkoek op een niveau van de kleuterschool. Maarten, het gaat niet om jouw mening. Het gaat om waar Mondriaan mee bezig is. Zoals blind. Je ziet ook niks, hè? Ze hebben het over veel, maar niet over wat we zien, hoor. Mijn god. Horizontale staat voor het vrouwelijke, de verticale voor het man. Wat nog erger.
Maar hey, jongens, wacht nou even. Nou ja, ik boeit me er best mee op. Nee, leg het vooral uit. Wat nee, want je zit voortdurend met je eigen mening en daar gaat het niet om. Maar wat je ziet is een pelikaan, dat wil zeggen... Pelikaan? Krijgen we dat, ja. Als dat een pelikaan is, dan ben ik een babyolifant. Laat mij nou mijn verhaal eerst doen, dan snap je waar ik het over heb. Mijn ergste vooroordelen worden bevestigd. Dat kan me niet schelen hoe dat bij de kop moet, hoe dat bij de borrel. Ja. Wij hebben ze dus ruzie over gekregen. Ja, jongens, ik hou ermee op. De groeten, ik doe het niet meer. Nou, kom op. Nemen jullie het me over, ik verrek het. Het is helemaal geen pelikaan. Nou, daar doe je nou zo'n rare stem bij, maar het is helemaal geen pelikaan. Mag ik het misschien even uitleggen, voordat je er doorzeurt? Dit is toch echt van een treurigheid. De verticale en de horizontale, het vrouwelijke en het mannelijke. Het is toch, je wordt er toch ijskoud van. In het begin toen ik binnenkwam, dacht ik, het is wel leuk. Oh. En nu beginnen we behoorlijk te irriteren. Mijn mateloosje. Zijkmuziek. Ja. Als ik door een bliksemflits word getroffen, als ik daar buiten kom dadelijk, dan weet ik zeker dat de heren iets met mij voor heeft. Vast niet. De heren heeft niks met jou voor. Ja, dat is verpest door dat godvergeten modernisme. Jongens, jullie staan voor een seksshop, hè? Voor een seksshop. Oh, god. Oké. Okay. Dacht al. Hoe komen we aan een seksshop? Door het christendom. Hallo. Sorry, jongens, maar ik had dat niet gezien. Ja, jongens, dan moet je me zeggen dat je wil beginnen, hoor. Dat we zijn geen kleuterleiders. We staan hier nu 5 minuten te wachten. Ik zeg ook altijd dat ik wil beginnen. Zo kinderachtig. Ach, je doet het erom. Je gaat hier gewoon opzettelijk staan te wachten. En natuurlijk komen we dan te laat. Ik ben geen kinderjuffrouw. We hoeven niet boos te worden, maar feit is dat wij niets gehoord hebben. Die zijn zwaar aangetast. Goddomme. Hij denkt dat hij leuk is. Nee, joh, dat was voor een idioot die de weg opliep. Oh, dan is het goed. Ja, sorry, we zijn even in gesprek. Nou raak ik dus ook geïrriteerd, want het is bullshit. Het is niet gezegd, ik ben niet geroepen. Tot 4 keer toe. Ik stond daar gewoon te leuterkonten, dat is waar. Maar ik ben niet gealarmeerd. In ieder geval betekent Vesta haard. Want ik heb het wel voorbereid. Ah, dus ga je mij vragen terwijl je het zelf al lang weet. Dat is ook wat. Mag ik nu bellen? Nu mag je bellen. Nu. Hey. Wat een tering, hè. Ah, wat een onzin. Ik krijg elke week een doosje van Amazon. Ja, dat is fijn. Aan de deur. We hebben allemaal zo onze eigen dingen. Maar goed, nee, we gaan nu nog even... Nee, daar niet overheen marcheren. We gaan nu even dit verhaal afmaken. Wil dit verhaal afmaken. Daarna mag jij jouw verhaal houden. Zullen we beginnen? Begin maar. Je weet, ik sta gewoon te wachten tot je wijze woorden... Nou, die indruk maak je in het geheel niet. Maar goed, want dan heb ik het klaar. Bied je dus een unieke rondlopend verhaal aan? Nou, dat vind ik dus niet. Maar goed, we hebben daarna de SRV. Omdat je totaal niet ziet dat het hele verschijnsel weer terug is. Maak het af, fijn dankje. Ja, dat vind ik ook kinderachtig, hoor. Het is toch iedere keer hetzelfde liedje. Wat gaan we doen, jongens? Ja, ik wacht tot jullie zijn uitgeluld. Over die onzin, dan kan ik gewoon mijn verhaal houden. Dat je iets ging doen. En dat je een presentatie gaat houden. Dit Joh, gaat ver. Sis, dit is gewoon kinderachtig. Ik doe ook een niet hele... in de reden bij jouw Jij verhalen. Valt me ook in de reden. Ik doe een hele nuttige suggestie. Om je te laten zien dat het verschijnsel via een hele complexe manier weer terug is gekomen. Ik zag dat 19. Jongens, jullie moeten opletten. Ja, ik luister. Sigaretten. Hier, wie het zegt. Sigaretten weg. Hier, wie het zegt. Nee, je hoeft helemaal niet op te letten, maar doe net alsof je oplet. Maar kijk hoe geïnteresseerd en belangstellend ik kijk. We gaan eruit. Is het niet beter, als ik daar witte... Kijk, zie, ik zei toch, u valt erin. Nee, je bent zwaarder dan ik dacht, sorry. Nou. Dank u wel. Ja, hè? Het is voor de kijkers ook boeiende informatie. Dit is leuk. Sis is nog zwaarder dan de schipper dacht. Oh ja, ga het nog een keer herhalen, hé. Hij dacht al van nou. Ja. Maar dat viel u tegen. Opknopen. Kunnen die lui niet doodgeschoten worden? Ja, opknopen. Het gekke is, waar je ook gaat staan met een camera... beginnen ze in Nederland kabaal te trappen. Er is een hele nieuwe IJssellinie gebouwd. Ze moeten jou hebben. Ik ben het. En wat... Wie praat er zo vervelend hard? Hou je kop, mens. Maar goed. Het woord. Het
stomme, ellendige lawaaitrappers. Goed zo. Maar terug naar Wilders. Terug naar Winders, hè? Winders. Winders. Daar heb je het al. Jan Jacob. Dat is een vreselijke verspreking. Een fantastische verspreking. Moet je eens kijken, wat een bui. Ik denk dat dit het einde van de wereld wordt. Nou, over jouw einde, hè? Dat zou wel. Want ik denk dat de heren jou eindelijk gaan treffen met een gigantische inslag. Ja. Psychopatenbrigade. Lekker knallen met dat klote ding. Met dat wijvenscootertje. Wat een druiloor, zeg. Haar laatste woorden waren... Merkwaardige zaak, Vincent. Zodra wij ons ergens opstellen, op een korte tekst te spreken, wordt er vanaf het gemeentekantoor een bevel uitgevaardigd naar alle lawaaimakers in de stad en gevraagd of die hier zoveel mogelijk rond willen rijden, op willen trekken, stil willen gaan staan, willen gaan knallen, vuurwerk afsteken, drillboren aanzetten. Nou, gaan zo maar door. He? Op een soort vloer gelegd, daar wordt hij bevochtigd. Daar... Dat had je uit moeten zetten, Maarten. Volkomen vergeten. Hemel. Het is mijn pedicure. Nou, dat is interessant, zeg. Is het ding uit de tijd geraakt aan het eind van de 15e eeuw? Dat had een heel eenvoudige oorzaak. Zo, jongens. Kijk, je bent nog niet aan het woord. Ook in Bergen op Zoom is het percentage krankzinnigen vrij hoog, wel, hebben we gemerkt deze middag. Steeds als jij aan het woord. Ja, dat is heel typisch. Dat is een organisatie. Vind ik wel opvallend. Jezus, neem me niet kwalijk. Oh. Wat nu weer? Onbelangrijk. Wegdoen. Dat is het grootste deel van Nederland wat je nu aan de telefoon hebt. Zo. Wat er allemaal gebeurt. Gebeurd is. Hele belangrijke wegen. Twee hele belangrijke wegen. Dit is dus puur imponeer. Vuile schoft. Ja, dat hoort hij fijn. Achterlijke debiel. Lijkt aan je bloeddruk, Maarten. Dat dat getolereerd wordt, jongens. Almere. Ook zo'n kut... Sorry. Stadhuis. Bovendien was het... Oh, jongens, echt, kunnen we niet zo'n weggaan. Zo'n mooie Amerikaanse rookmovie, hè? Ja, nou, als ik een half uur kijk, dan kan ik zo een sigaar maken. Dat weet ik wel zeker van niet, Maarten. Als er nou iemand onhandig is, dan ben jij het wel, zeg. Kijkers thuis ook even op de kaart kijken. Doe er nou ook wat moeite voor. Ik vertel iets interessants. En langs die hele route was eigenlijk bedrijvigheid. In het dorp Gorsselen... Gorssel. Gorssel. Ja, Gorssel. Oh. Weet je het zeker? Ja, natuurlijk. Ja, heel zeker. Ja, ik ook. Okay. De drijf van die pauselijke verkiezingen zei, weet je wat? We moeten een outsider moeten we kiezen. Slim. Vincent is vredig onder zeil gegaan. Vincent die zakt steeds weer. God, dus jullie hebben er allebei van gehoord. Ja, joh. Zeker. Joh, dat is een heel normale... Alleen een domme zusje dus weer niet. Nee. Ja, hou op. Want ik krijg een zonnesteekje, hoor. Ik wil... Niet vervelend doen, maar. Ja, dan moeten we het zaak nu beëindigen. Dan moet je ergens in de schaduw gaan zitten, even, want ik ga het verhaal nu even afmaken. Dit is echt niet verstandig voor mij, hoor. Nee, dat begrijp ik verder wel. En het heeft niks met jou te maken, nee, dat begrijp maar ik ook met mijn eigen gezondheid. Sowieso is het vrij vervelend dat onderbroken wordt. Ik kan er niks aan doen. Ik heb deze plek niet uitgezocht. Ik zou zelf. De Verrossums om het leven. De Verrossums omgekomen in het Saar Peterhuis. Wat een schitterende dood. Er weet er ook niet doodgevonden worden. Wat een schitterende dood. Nee, ik niet. Let op, jongens, er komt weer zo'n godvergeten klotenscootertje aan. Van schandelijk. Het is heel waarschijnlijk dat hij dat gezegd heeft. Laten we daar niet over discussiëren, want dat is onzin. Het was gek dat je zo geïrriteerd raakt over een op zichzelf hele nuttige opmerking. Nee, maar het is de manier waarop je het vertelt. Ik zal mijn mond houden. Neemt u mij niet kwalijk dat ik de Heer Jezus hier citeerde? Ja, begint die toch niet. Die er heel anders over dacht dan mijn zuster. Ik heb nog een heel leuk punt vergeten. Dat kan nog wel even duren. Ik moet echt naar de wc, jongens. Ik ga nu even weg. Ze gaat naar de wc. Ik wacht even met je leuke punt, want dat kan ik dan ook nog meenemen. Misschien kunnen we vast beginnen met die godverdomde motorfietsen te verbieden. Wat een kleren ding. Jongens, dit is allemaal wezenloos gelul. We gaan ermee stoppen. Ja. Ik wil wel een kroket.